Hey kijkers van Dus David Games, mijn naam is Tjunker en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Leer met Tjunker. In deze aflevering, zoals je waarschijnlijk al ziet op het scherm, gaan we het hebben over het installeren van mods via Krafton Terminal. Want normaal als je mods wil installeren, moet jij gaan kloten met versions, moeilijke dingen gaan doen, dingetjes installeren. Krafton Terminal is echt gewoon super makkelijk, dus laten we gewoon meteen beginnen. Nou, als jij een mod wil installeren, klik jij... Als jij een mod wil installeren, download en installeer jij eerst Krafton Terminal. De link hiervoor zal in de beschrijving van deze video staan. En dan installeer je hem, dan open je hem. Dan heb je hier Minecraft Versions. Nou, heel simpel. Ik maak hem wat groter. Hier heb je alle Minecraft versies die er op dit moment zijn. 1.7.5, 1.7.4, 1.2, 1.1, 1.7. Nou, zoals ik zie, 1.7.2 zijn redelijk wat mods voor. Even voor het ideetje voor jezelf. Alle 1.7 versies werken op de servers die nou voor 1.7 uit zijn. Super makkelijk. Nou, zoals je ziet, ik heb al een keer wat mods geïnstalleerd. Maar ik ga jullie gewoon lekker doorheen helpen. Nou, hier heb je alle mods die er nou momenteel zijn. Voor de versie die ik in aan heb geklikt. Dus ik zeg, nou, ik wil... Too many items wil ik hebben. Nou, die pak meteen Forge erbij, want die heb je nodig. Ik wil daarbij wil ik nog armor status hut hebben. Ik wil better sprinting, damage indicators, direction hut, dynamic lights, GLSL. Wat hebben we nog meer van toffe dingen die we erbij kunnen gooien. Minecraft capes, status effect hut, dat wil ik ook wel hebben. Voxel map. Nou, dat is, ik weet niet wat dit allemaal doet. Oh, shaders ook wel tof. Nou, dan klikken we op change version. En dan hebben we het gewoon al. Hij gaat Minecraft downloaden, hij gaat het aanpassen en dan start gewoon jouw Minecraft client op. Je hoort het, pling! Nou, ik heb eventjes inloggen en dan ben ik zo bij jullie terug. Kijk, ik heb mods, ik heb shaders, ik heb alles wat ik wil. Ik heb een minimap, die overigens niet toegestaan is op de tussendame game server. Het is niet toegestaan om met een minimap te gaan spelen. Ik laat alleen zien dat je zo heel makkelijk dingen kan installeren. Want er zijn wel servers waar het wel op toegestaan is. Nou, mocht jullie nog vragen hebben, laat het achter in de comments en... Dan heb ik hier nog een paar kleine tips voor het gebruik van Krafton Terminal. Tip 1. Heel makkelijk. Via Krafton Terminal kan je super makkelijk tegen Minecraft zeggen. Yo, Minecraft. Ik wil meer geheugen gebruiken. Ik heb het in de allereerste leer met ook laten zien. Maar in Krafton Terminal kan het ook. Hier kan je zeggen, nou, ik wil 8 gigram gebruiken voor Minecraft. Want ik wil allemaal van die fancy, hippe dingen hebben. En heel veel mods erop hebben. Easy. Met Krafton Terminal kan je ook oude versies spelen. Hele oude versies spelen. Echt, het gaat terug tot Alpha, InfDev en verder. Ook kan je gewoon nog mods installeren voor oude versies. Super makkelijk. Gewoon klikken op Change Version, inloggen en klaar ben je. Ook kan je via Krafton Terminal makkelijk je eigen modpack maken. Wat is dat nou? Het is heel simpel. Gewoon een aantal mods die je zegt van... Hey, dit vind ik een toffe combinatie van mods. Die wil ik graag aan iedereen sharen. Dan selecteer je gewoon een paar mods, klik je op Create Modpack, pak je een modpack, selecteer je een plaatje, gooi er een leuk tekstje in. Yeah, Tjunker Games. En die kan er opstaan als Minecraft Modpack, ergens op je PC. En die kan je dan sturen naar je vrienden. Die kunnen hem dan inladen via Loop Modpack en dan krijgen zij exact dezelfde mods als jij geïnstalleerd hebt. Dit was weer mijn Leer met Tjunker aflevering. Mocht je nou ook iets anders willen leren of iets, ja, sowieso van Tjunker, ik wil het zo graag leren. Laat het achter in de comments en misschien doe ik er de volgende aflevering wat mee. Vergeet ook niet op like te drukken. Check ook even mijn kanaal. Ik doe heel veel met Minecraft. Laatst zijn een beetje inactief geweest. Super druk met de DDG-server. Binnenkort ben ik weer terug met heel veel nieuwe video's. Bedankt voor het kijken. Subscribe dus David Games. Like mijn video's. Check Tjunker Games. En tot volgende week.